Studenten komen hier niet op de fiets, maar ze komen met de auto. En ook best wel massaal. Dat is wel echt heel anders dan in Twente. En ja, soms ben ik wel een beetje trots op onze fietscultuur. Elke ochtend brengt de bewaking mij naar de lift, want ik heb geen pasje. Dus ik heb begeleiding. En ook als ik gedurende de dag even weg moet en terugkom, moet ik altijd langs de bewaker. Het is mijn één na laatste dag en collega's uit Nederland hebben gevraagd of ik even de afdeling communicatie wil laten zien. Mijn werkplek. Dit is mijn bureau. Stoel. Waar ik heel de dag op zit. En aan het eind van de dag een houten kont heb. You want in my vlog? Dat zal ik worden. Oké, ik ga bijna terug op voor het Do you want to film or what? Ja, maar laatst het is Yeah. Show me. Deze Portugese jongen, die zitten gewoon aan de drank. Aan de witte wijn. Look. There you go. Iedereen is heel serieus aan het werk. Hier is niemand aan het werk, want daar zit ik. Constance. Hi. En Pedro. Dat is gewoon Piet, hè? Hola. Ik ben een Hollander, dus ik eet buiten. Maar iedereen zit binnen in de kantine te eten. Ik heb dus vorige week in Portugal varkensoor gegeten. Dat is een delicatesse hier. Ik vond het niet echt lekker. Maar ze hebben wel wat met oren, zo te zien. Wat me ook opvalt zijn de Harry Potters. Ik sprak dus net een van die Harry Potters, noem ik ze maar even. Ik zag ze allemaal in een kring staan tegen elkaar. En ik dacht, hé, dat ga ik even filmen, maar laat ik het maar eerst even vragen. Dus ik sprak met een jongen in dat tenue. En ik vroeg hem of ik mocht filmen en of ik hem misschien mocht interviewen. En toen zei hij dus dat dat niet mocht, want hij was bang dat ik van de media was. En ze hebben niet zulke goede ervaringen met de media. En ik moest naar een of andere boord om toestemming te vragen, bla bla bla. Dus ja, toen vond ik het eigenlijk allemaal nog veel interessanter. En ik heb een beetje navraag gedaan en de media is wat kritisch over deze Harry Potters. En ik zei, ja, vind je het niet erg dat ik je Harry Potter noem? En zei hij van, nou nee, kom je toevallig uit de UK, want daar noemen ze ons ook Harry Potter. Ik zei, nee, ik kom uit Nederland en ik ben ook echt niet van de media. Ja, er gaat ook een verhaal dat een paar jaar geleden een paar van die Harry Potters zijn gaan zwemmen in dat tenue. En dat ze verdronken zijn, ook echt een raar verhaal. En er gaat ook een verhaal dat J.K. Rowling, de schrijfster van Harry Potter, woonde in Porto. En die is door die studententenues geïnspireerd geraakt voor haar Harry Potter outfit.